Hoi, ik ben Michiel Erasmus van Science for Kids. Vandaag gaan wij dit bouwen, een Arduino en Raspberry Pi geluidskaart. Kom, laten we beginnen. Hier is een pakketje uit Singapore binnengekomen. Dit zijn de prototype Easy Music printplaten, zo gaat hij eruit zien. En er is nog een paar gratis ledjes en een markeerstift. En hier gaat het om, die printplaten. Zo ziet het eruit, nog niet gemaakt. En daar zijn die holders, dit is een chip. En nu de geluidschip en shift registers daarop solderen. En gebruiken extra paar handjes in de soldeercel. En solderen van die geluidschip, zelfde als het in die Sega Mega Drive wordt gedaan. En zo ziet het compleet uit, het is een eindresultaat. Zo was het ooit begonnen en ontwerpschema is in KiCad gemaakt. In KiCad zie je 3D rendering versus het eindresultaat. Nou, dat was het dan voor deze aflevering van Science for Kids. Kom een volgende keer terug. Klik hier op mijn website en misschien zien we elkaar volgende keer. Doei!